Frank, wat gebeurt er precies vandaag? We willen als gebaar naar de inwoners en de bezoekers laten zien dat onze schone stad heel waardig is. En daarom gaan een aantal ondernemers vandaag het zwerfafval in de binnenstad. Ja, daarbij helpen jullie de gemeente Reiniging eigenlijk gewoon een handje. Ja, wij helpen de gemeente Reiniging en we willen een goed voorbeeld geven om de stad schoon te houden. En te laten houden. En dat vragen we ook aan de bezoekers die komen. Probeer zoveel mogelijk met ons mee te denken om de stad schoon te houden. Gooi gewoon niet allemaal op de grond. Kort gezegd. Precies. En bij een volle ondergrondse container, pak een andere container. Precies. Gisteren zijn ze open gegaan met de toiletten. Daar was ook heel veel vraag naar. Gaat dat goed? Is dat allemaal gelukt? Ja. Het is even wennen, want we zitten allemaal met 1,5 meter, rijvorming, et cetera, regels die we naleven. Maar eigenlijk het publiek reageert daar geweldig positief op. Ja. Medewerkers vinden het weer leuk. We treffen het met het weer, hè, want het is mooi weer. Ja, en het is gewoon heel erg druk. Mensen zijn blij dat ze in het toilet kunnen. Ja, ik hoor het aan alle kanten. We staan hier met z'n tweeën en eigenlijk hebben ze liever dat we weggaan. Ja, dat gaan we dan ook maar doen. Maar nog heel kort, dit is alle dagen weer geopend. We zijn maandag vanaf 2:00. En voor de rest van de week tot van 's morgens 11 tot 's middags 5:00. Uitstekend. Behalve de zondag. Daar zijn we voorlopig dicht. Maar het zou kunnen dat als de koopzondagen eraan komen en er is een behoorlijke openstelling van de winkels, dat we het dan ook open gaan. Nou, dat is heel duidelijk. Dankjewel voor de toelichting. Tot zo. Ligt er veel zooi? Valt het mee? Wauw, dit is wel veel. Valt mee, hè? Die heeft gewoon zijn eigen kop en het is opgelost. Ja? Ja, dat is ook een ding. We gaan het goed er nog doen, hè? Groetjes. Oké. Okay.